Zo, de zon die komt langzaam de tuin in. En ik ga zo meteen de tuinbonen toppen. Ik weet niet hoeveel ik van de toppen af ga te halen. Maar ze zijn behoorlijk lang. Deze helemaal. Bijna schouderhoogte. Nou, niet schouderhoogte. Ietsje net onder mijn schouders. En ze zitten vol met bonen. Dus die gaan we opplukken gelijk. Die toppen van die tuinbonen, die gooi ik straks op de compost, of in de compostbak. Oké, de post en de shop, tuinshop, is de post. Zuid-Hollands landschap hebben we binnen. Zaadjes voor de wilde bij. Het staat helaas niet op wat erin zit. En ik weet ook niet meer wat eruit is gekomen, want dit zaad kregen we vorig jaar ook. En ik had het gemengd met andere, met een ander zakje. Dat zakje van Natuurmonumenten. Oké, dat was de post. De inkoop. Ik heb gekocht bij de Action een zakje basilicum voor bij de tomaten te zaaien. En bladsla. Dus dat kunnen we, als het goed is, ook al gaan zaaien. Dat alles dan netjes op de achterkant vermeld. Even kijken, april. Zijn we eigenlijk al te laat. Dus we zijn al eind mei. Maar dat is in huis. En we kunnen van maart tot en met juli gelijk rechtstreeks in de volle grond zaaien. Dus dat gaan we dus doen. En voor de basilicum gaan we dat ook maar gelijk rechtstreeks doen. Dus deze twee hebben we erbij. En bij de Aldi waren er weer planten te koop. Dus ik heb een blauwe bosbes erbij gekocht. Ik heb er eentje staan. Maar ik weet niet of het een zelfbestuiver is. Of dat hij een tweede plant nodig heeft om zich te bestuiven. Dus dat is de inkoop. Tot nu.